Deze video is mede mogelijk gemaakt door MSI. Hey guys, Marco hier en dit is de MSI GTX 1080 Gaming X. De GTX 1080 is net uit en MSI heeft nu al een aangepaste videokaart. De GTX 1080 Gaming X heeft een andere koeler en de welbekende rode tinten zijn ook weer terug te vinden. Zoals de naam doet vermoeden is deze GPU gebaseerd op Nvidia's nieuwste Pascal GPU. Met maar liefst 2560 CUDA cores en een 256-bit 8GB GDDR5X geheugen is dit op papier een heel snelle videokaart. De GPU wordt verpakt in een opvallende rode verpakking. Op de voorkant staat een render afgebeeld met daaromheen informatie over de videokaart. Zo is ook af te lezen dat deze videokaart officieel Nvidia VR ready is. Kijken we naar de achterkant, dan zien we de main features die deze kaart allemaal met zich meebrengt. Genoeg over de verpakking, maar wat zit er trouwens in de doos? Nou, de doos gaat heel gemakkelijk open door het lipje. Trek je deze eruit, dan verschijnt de welbekende zwarte doos met daarop het MSI Gaming logo. In het kleine doosje vind je een Quick Users Guide, een paar stickers en ook een driver CD. Let wel op, er is geen converter te vinden voor je voeding. Je voeding zal dus van zichzelf de vereiste stroomaansluitingen nodig hebben. Haal je het kleine doosje en het foam eruit, dan vind je de videokaart in een anti-staatse verpakking. En deze videokaart zit ook echt heel erg goed verpakt. Hoe lang is deze videokaart? Nou, deze videokaart is maar liefst 279 mm lang. En daarmee is hij net zo lang als de MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G. Dit is een zeer positief punt dat deze kaart niet breder is geworden. Op deze videokaart heeft MSI hun nieuwste Twin Frozer 6 koeler geïnstalleerd. Deze generatie moet door de torque fans betere lucht kunnen verplaatsen en door double ball bearings een nog langere levensduur hebben. Daarnaast heeft deze koeler 6 heatpipes. 1 heatpipe is 8 mm dik en de rest zijn 6 mm dik. Ook heeft MSI deze videokaart voorzien van Zero Frozer. Staat de temperatuur er toe, dan worden de ventilatoren uitgezet. Ook heeft MSI deze videokaart voorzien van een gloednieuwe backplate. Ik kan niet ontkennen dat ik gecharmeerd ben door deze nieuwe koeler. Het ziet er naar mijn mening ontzettend vet uit. Maar wat zijn de aansluitingen van deze videokaart? Nou, aan de achterkant vinden we 1 keer DVI, 1 keer HDMI 2.0 en 3 keer DisplayPort 1.4. Hierdoor is het mogelijk om hogere resoluties te gebruiken met hogere refresh rates. Verder is er ook een 6-pin en 8-pin stroomaansluiting vereist. Hierdoor heb je dus ook extra spelen als je wilt gaan overklokken. Ook is er een SLI HB connector te vinden. Hiermee kun je nog een extra videokaart plaatsen voor nog meer prestaties. Echter ben je dan wel beperkt tot 1 extra videokaart en je zult een speciale SLI HB bridge aan moeten schaffen. Met de Twin Frozen 5 had MSI aan de zijkant een witte lichtgevende logo geplaatst. Deze is nu veranderd. Dit is nu namelijk een RGB logo. Ook zijn de rode accenten aan de rechterkant voorzien van LED verlichting die je kunt besturen met de nieuwste versie van MSI Gaming App. Maar genoeg over de videokaart, we gaan over naar de benchmark scores. Hoe presteert deze videokaart in de praktijk? Nou, hiervoor heb ik mijn eigen PC gebruikt met een Intel Core i7-8520K, 16GB RAM en een MSI X99S Gaming 7 moederbord. Nou, ik geef een kleine spoiler, de prestaties die vallen zeker niet tegen. Stil en good looking. MSI heeft weer een geweldige videokaart op de markt gebracht. De prestaties zijn dik in orde en ook de geluidsproductie is zeer goed. Door nieuwe lagen zal deze videokaart nog langer mee moeten gaan. Ook de mogelijkheden qua LED-verlichting is ook niet verkeerd. Echter zou ik deze kaart niet aanraden als je games speelt op Full HD-resolutie. Daar is deze videokaart toch echt overkill voor. Maar wil je gaan gamen op hogere resoluties, zoals bijvoorbeeld 4K of met VR, dan is deze kaart zeker aan te raden.